gewoon hele snelle en constante ronde tijden op het asfalt neergelegd vandaag. En dat was goed genoeg voor de overwinning na een eerdere tweede plaats waar hij, zoals Jan de Rooij ook al eerder zei, want die stond daar bovenop, absoluut niet blij mee was. En dat is dan ook inderdaad een behoorlijke ervaring hoor, voor het eerste podium voor Jacob Siemens. En daar zal Bob Kerkens ontzettend blij mee zijn. En ook natuurlijk een hele grote vreugde bij het team van Stiggy Motorsport. Het tweede podium, het dubbel podium voor Leon Hesner. Daar, Jacob Smuts. De felicitaties, de opwaarding. Hij deed het altijd al goed in de trainingen, maar wist het nooit af te maken in de race. En nu wel. Oh, kippenvel, dames en heren. Tranen vloeien daar bij dat team.